Welkom in Mail Sinterklaas. Goeiedag. Normaal begin ik met de vraag, heeft u een mooie reis gehad? Maar dat hebben we helaas kunnen zien. Hoe is het met uw gezondheid? Het gaat echt fantastisch goed. Het was even een beetje schrikken natuurlijk toen, toen de boot in één keer naar beneden ging. Hè? Dat hebben jullie allemaal wel gehoord, de kinderen. Nou, we schrokken ons allemaal een klein beetje een heel grote meter. Maar dat was toch voor de Spaanse kust, hè? Ja, ja. En we merkten dat de zee in één keer omhoog kwam, hè Piet? Ja. Oh. Maar goed, we hebben gelukkig echt een zwempiet, hè? En zo, wij allemaal zwemmen. Perfect. Nou, kunt u wel zwemmen? Nou, ik doe gewoon net alsof, hè. Want ja, ik ben een beetje stijf aan het worden. En wie heeft u gered dan? De hoofdpiet. De hoofdpiet. Ja. Wat zou je toch zijn zonder die hoofdpiet, hè? Oh, ik ben zo trots op hoofdpiet. Ik vind het geweldig. Uiteindelijk is het toch allemaal nog goed gekomen dan? Ja, eind goed, al goed. Maar het begint pas, hè. Het begint nu pas in Mil. Ja, dat is fantastisch. Ja, maar ik wil nog eventjes vragen van, hoe moet het nou met al die pakjes? Zijn die allemaal verloren gegaan? Nee. Ja, de buitenkant was een beetje nat geworden. Maar we hebben ze allemaal gewoon meegenomen. Het papiertje eraf. Nieuw papiertje eromheen. Kijk eens. Als nieuw. En het gaat erom wat erin zit, hè. Dit is alleen maar de verpakking. Maar dan weet je toch niet meer van wie die pakjes waren? Kijk, daar hebben we het volgende op gevonden. We hebben er allemaal kleine barcodes op gezet. Dus de kinderen kunnen gewoon de barcode even scannen. Bliep, bliep. Bliep, bliep. En ze kunnen precies volgen, volgens de Sint en Trace, hoe dat het werkt. Oké, maar hoe ben jij nou eigenlijk, of jullie allemaal, eigenlijk in Mil gekomen dan? Nou, zal ik je vertellen. Kom eens kort erbij. Ja. Weet je wat er gebeurde? Nee. We zijn gewoon met vliegtuig gekomen. Ach, natuurlijk. Dat was een ervaring. En ik had hoogtevrees. En nu niet meer. Ik heb gewoon niet naar buiten gekeken. Ja. En het paard van Sinterklaas. Oh, zo snel. Oh, zo snel. Ja, kan ook goed zwemmen. Maar ja, dat weet u, hè. En we waren op het vliegveld, hè. En we liepen naar boven. In het vliegtuig. En ik ben achter een gordijntje gaan zitten. Met oh zo snel. Ah, was prachtig. Was echt geweldig. Was de vlucht van onze leven, hè. Ja. Zeker. En naar Nederland toe is altijd leuk. En daar kijken we naar uit. Naar Mil. Hè? Dat is het allerleukste. Het belangrijkste dorp in Nederland. Absoluut. Ja. Maar u bent toen met het vliegtuig hier in Nederland geland. Ja. Waar ergens was dat? Helle Voetsluis. Oké, ja, mooi. Hadden ze dan wel personeel genoeg voor al die pakjes? Personeel? Pieten. Nou, Pieten. Ja. Wij werken zonder personeel, hè. Wij werken alleen maar Pieten. En dat is fantastisch. Die kunnen alles. Ik bedoel, de inpakpiet is ook de verfpiet, is ook de knutselpiet, is... Maar, iedere piet heeft zoveel kwaliteiten, maar je moet er even naar zoeken. Het is wel een allround piet, die man. Nou, wij hebben niet voor niets een pietendiploma. Ja. Oh. Pietendiploma, ja. En ze kunnen alles. Mooi. Ja, dat is echt fantastisch om met zo'n ploeg pieten te mogen werken. Maar vanuit Hellevoetsluis bent u wel met een nieuwe stoomboot gekomen. Fantastisch. Weet u wat er gebeurde? Ze hebben in Nederland speciaal voor ons, hè Pieter, een pakjesboot gebouwd. Een pakjesboot. Mooi. Heel mooi. Mooi. Ja. Helemaal modern. Up to date. Eentje die niet kan zingen. Zeg nooit, nooit. Nooit, nee. We moeten voorzichtiger worden in onze uitspraken, want er zijn altijd gevaarlijke dingen soms. Als wij te veel zeggen, worden wij ook wel eens teruggefloten, hè.
Net als Americo doen we ook wel eens trucfluiten, hè? Ja. Maar het is wel een grotere boot geworden. Hij is fantastisch groot. Heb je hem niet gezien? Nee, nog niet. Nee. Oh, gisteren kwam ik aan hier in Hellevoetsluis. Nou, echt. Ik moest bijna een traantje wegpinken. Zo mooi vond ik het. Echt geweldig. Kunnen ook weer meer pakjes mee? Veel meer. Maar we gaan het met de pakjes dit jaar iets anders doen. De kinderen mogen aangeven op welke avond het het beste uitkomt dat wij langskomen. Want wij weten niet precies op welke avond dat wij iedere keer bij iedereen moeten langskomen. En het is zoveel alle kinderen een cadeautje brengen dat we afgesproken hebben. Goed, schrijf op een briefje wanneer wij moeten komen of mogen komen. Want wij vinden het geweldig, hè? Ja, zeker. En dan komen wij op de avond dat het kind opgeschreven heeft. Niet morgen al, toch? Het is wel heel snel, Sinterklaas. Toch heel snel. Toch met de verjaardag van Sinterklaas? Ja, op 5 december komen we zeker, hè? Ik bedoel, dat is afgesproken. Want daar werken we naartoe. Maar we komen bij sommige kinderen ook van tevoren al wel eens. Oh. Pepernoot in de schoenen, hè? Een pepernootje. Of, ik zal u nog sterker vertellen, vannacht hebben we ook al cadeautjes rondgebracht. Oh. Ja. Ja. We zijn er maar druk mee, Sinterklaas. Ja, maar ja, we vinden het echt leuk om te doen. Het is fantastisch. Dus de kinderen kunnen echt wel de schoen zetten. Ja. Ze mogen gerust de schoen zetten, maar we beloven niet dat we iedere avond komen. Hè? Want, nee. Ook wij hebben personeelstekort. Ja. Ondanks dat we geen personeel hebben. Nee, Piet. Ja. We hebben Pietentekort. Pietentekort. Ja. En ze zijn niet zo vlug nieuw gemaakt, die Pieten, hè? Want je moet ze ook opleiden. Hè? Ja, daarom hebben we hier ook een heel parcours in Milhoven. Ja, het is een soort vooroefening voor. Ja, als ze het parcours goed doen hier, zijn ze klaar voor het Pietendiploma. En dan kunnen wij ook een beetje blijven oefenen. Ja. En ze moeten in de praktijk toch leren om door die schoorsteen te komen en zo. Hè? Ja. Nou, ja, dat kunnen ze alleen in de praktijk oefenen. Evenwicht houden, klimmen en klauteren, een pakje vasthouden. Koprollen. Ook nog. Strooien. Over het dak lopen. Pietengym. Ja. En jullie hebben wel goed weer, hè? Over het dak lopen, het vriest niet. Nee, gelukkig. Fijn, heel fijn. Niet glad. Ja. Nee, zonnepaneeltjes, daar glijden we zo nou niet vanaf. Nee, dat is wel gevaarlijk, hè, die zonnepanelen. Ja. Daar kun je zo roets vanaf glijden. Lekker zo, ja, vanaf glijden. Ja, je kan er ook op spelen, op die zonnepanelen natuurlijk, hè. Ze zijn wel functioneel, hè. Ze zijn multifunctioneel. Als je sneller afwacht doet, is het heel handig. Ja. En als je een zakdoekje onder je billetjes legt, dan glij je nog net iets harder van de panelen af. Een jutezak gebruikte ik gisteren. Een jutezak? Ging ik in? Nee, een jutezak heb ik niet. Jij wel, Piet? Nee, nou niet. Je hebt nou niet bijstaan. Nee. Wij doen dat met een zakdoekje. Wil Sinterklaas nog iets? Heeft hij nog een boodschap voor de kindjes van Nederland? Ik heb een boodschap. Lieve kinderen uit Nederland. Eén heel belangrijk ding. Zorg goed voor elkaar. Ja, we hebben elkaar gewoon allemaal keihard nodig. Hè? En dan maken we er weer een topjaar van. Ja? Dankjewel, Sinterklaas. Dank u. We zijn hier met plezier. Tot vanmiddag. Dag. Doei. Doei.